Wat een gekke show. En we zijn heel blij. Ik zag je daar staan zo bij het podium. Ik dacht, jeetje, wat heb ik veroorzaakt? Ja, geen idee. Het was zo te gek. Voelt een beetje als een wedstrijd, als een voetbalwedstrijd die je gewonnen hebt? Nou, zoiets ja. Maar dan een WK. Nee, je bent het sterrenteam of zo. Ja, we hebben echt, nee, maar dit was echt te gek. Ja, het publiek, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar het publiek ging zo mee. Dus ja, we waren echt flabbergasted. We weten dat we een leuk product hebben, een leuk concept. Ja. Maar dat we dit hadden we niet verwacht. Dit heb ik ook nog nooit gezien in het oude Luxor Theater. Theater, nee. Ja, ik ben geen theaterman, maar ja, het gebeurde. Ja, maar jij zei, het dak gaat eraf, maar het dak ging er echt af. Ja, wacht even hoor, een slokje. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Was het peper in? Ja, dat is heet, hè? Zo. En nee, maar het was te gek. En ik, ja, ik moet je zeggen, ik ben een beetje aan het stuiteren. Ja. Dus het is voor mij, er komt niet veel uit mijn mond, maar alleen maar ongelooflijk. En hoe fantastisch ik het vind. En hoe dat ik, ja, ik ben gewoon zo super blij. Ja, want je komt natuurlijk ook binnenkort natuurlijk naar Rijswijk ook nog. Ja. In december. Ja. Dus allemaal komen, daar zijn nog kaartjes, maar Amsterdam, okay. Amsterdam is uitverkocht. Zoetermeer, hoe is het met Zoetermeer? Ook uitverkocht. Maar goed, ik zou naar Rijswijk komen, ik zou maar gauw kaartjes kopen. Ja. Ik moet even mensen groeten. Want, hey, ja? Heel veel bedankt en heel veel succes. Ga dan maar naar huis, morgen moet mensen werken.